Het is woensdag 9 april. Dit is het nieuws. De regiotaxi heeft veel kritiek gehad de laatste maanden. De verbeterpunten zijn vandaag onder de loep genomen. Te dik voor een ambulance. Met bijna 300 kilo moet je voor een ziekenhuisbezoekje vervoerd worden in speciale ambulancevrachtwagen. En een gaslek in Nijmegen. Huizen en winkels zijn tijdelijk ontruimd. Er stroomt zoveel gas uit dat het daadwerkelijk ontploffingsgevaar zou kunnen zijn. Goedenavond. De regiotaxi Gelderland is op de goede weg. Tenminste, dat vinden de provincie en een aantal betrokken organisaties. Maar volgens de gebruikers van de taxiservice zijn ze er nog lang niet en kan er nog heel veel verbeterd worden. Onbereikbare callcenters, chauffeurs die te laat of helemaal niet komen opdagen. Volgens een aantal gebruikers was het de afgelopen maanden één groot drama bij regiotaxi Gelderland. Een vrouw die gevallen is van 81 jaar, die niet opgehaald wordt door de taxi. De buren moeten erop halen. Mensen die om 11:45 opgehaald moeten worden, die worden pas 2:15 opgehaald. Ze bellen niet. Het is echt heel droevig. Nu lijkt het beter te gaan. Dat blijkt uit de commissievergadering Mobiliteit van de provincie Gelderland. Volgens cijfers van het projectbureau Regiotaxi Gelderland gaat het de goede kant op. Per maand zijn er 110.000 ritten in 4 regio's in Gelderland. De Achterhoek, de IJsselstreek, de Vallei en het Rivierengebied. Begin 2007 waren 10% van die ruim 100.000 ritten loze ritten. Dat betekent dat de klant en de chauffeur om een of andere reden elkaar niet troffen. Of het duurde te lang en de klant zocht een alternatief, of de chauffeur kwam niet opdagen. In november 2007 is dat al iets verbeterd en in februari 2008... is bijna 4% van de ritten loos. Maar dat zijn nog steeds ruim 4000 ritten. Hetzelfde geldt voor veel te laat komen. Februari 2008 is dat 1,75%. Nog steeds een kleine 2000 ritten die tientallen minuten te laat komen. Echte gebruikers die klagen behoorlijk over wat er echt misgaat. En het zijn soms niet zulke grote percentages, 10%, maar het gaat toch om duizenden mensen die bijvoorbeeld echt ergens blijven staan. Nou, dat vinden we een groot probleem. Ik ben blij dat het steeds beter gaat. Dat kunnen we allemaal zien. We hebben ongeveer 100.000 ritten per maand. Als dat er 4.000 zijn die niet goed zijn, is dat 4%. Ja, en ik denk dat we niet heel veel beter meer zullen worden dan dat. Want dan gaat het om een klein percentage van het hele grote aantal wat we rijden. Maar als ik dat de gebruikers voorleg, dan zeggen ze ja, maar dat is nog steeds veel te veel. Ja, ik kan het me helemaal voorstellen. Het is ook nog steeds, in absolute aantallen is het nog steeds heel erg veel. Maar als ik, al hebben we maar 1% niet goed, dan zijn het er nog 1000, is nog veel te veel. Maar binnen het systeem is dit echt het optimaal haalbare. Gedeputeerde staten hebben nu een verbeterplan opgesteld. De kwaliteit van het callcenter, van de rit en van de klachtenafhandeling moet beter. Voor Zorgbelang Gelderland is hier de kous niet mee af. Ze bieden de commissie Mobiliteit een vervoerskrant aan om de regiotaxi nog gebruiksvriendelijker te maken. Enkele winkels en woningen aan de Canunnik-Meilingstraat in Nijmegen zijn vanmiddag ontruimd na een gaslek. Het lek is ontstaan door werkzaamheden van de NUON. Vanwege explosiegevaar zette de politie direct de omgeving af. Een aantal woningen en winkels werd ontruimd. Het lek ontstond nadat medewerkers van het energiebedrijf per ongeluk in een café een gaspijp doorzaagden. De mensen die daar aan het werk waren, hebben heel snel alle hulpverleningsdiensten ingeschakeld. Zodat we heel snel in actie konden komen. Alle mensen die hier in de winkels waren en de bewoners van de woningen boven de winkels zijn allemaal geëvacueerd. Tegen 2:30 was het gaslek gedicht en konden winkeliers en bewoners weer terug naar hun winkels en huizen. Stel, je weegt bijna 300 kilo en je moet naar het ziekenhuis. In een gewone ambulance gaat dat niet. Tot nu toe werd daar een brandweerauto of verhuiswagen voor ingezet. Maar het is niet meer nodig, want voor extreem dikke mensen is er nu een speciale ziekenauto. Het eerste ritje ging vandaag naar het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis. Dit is Erik Verberne, 44 jaar oud. Verberne heeft last van extreem overgewicht. Eetverslaving, eetstoornis en heel veel jojo-effect. Zijn maag is overkleind, maar toch weegt de Amsterdammer bijna 300 kilo. Het probleem is zodanig dat ik nu heel kort kan staan, kleine afstanden kan lopen
Ik ben eigenlijk gebonden aan mijn bed. En ik wil weer gewoon normaal rond kunnen gaan. Maar daarvoor moet Verberne opnieuw worden geopereerd. In het Arnhemse ziekenhuis Rijnstaten zijn ze hierin gespecialiseerd. Maar met een gewone ambulance kan Verberne niet vervoerd worden. Hij ligt. Ik lig. Het grote probleem is niet eens het gewicht. Het is met name de omvang die het probleem is. De brancards zijn een bepaalde breedte. Daar passen ze gewoon niet meer op. De nieuwe ambulancevrachtwagen biedt uitkomst. Deze speciale ziekenauto's zijn voorzien van hydraulische systemen, waardoor medewerkers de patiënt niet meer de ambulance in hoeven te tillen. Eenmaal binnen zorgt een speciaal brancardsysteem ervoor dat de patiënt op verschillende hoogtes kan worden behandeld. Heerlijk. Ja, ik lig van alle kanten ondersteund. Comfortabeler dus voor de patiënt, maar ook zeker voor het personeel en daarmee indirect voor de werkgever. We hebben een heel laag ziekteverzuim. We hebben geen moment van tillen van de brancard hebben ze niet meer, omdat de brancard in principe elektrisch is. En dus ze hoeven niet met de brancard vanuit grondniveau op te tillen naar het niveau waarom je in een auto kunt doen. Allemaal voordelen dus, maar toch is Hulpverlening Gelderland Midden nog niet van plan een ambulancevrachtwagen aan te schaffen. Ze hebben onlangs nieuwe ambulances gekocht. En daar passen ook dikkere mensen volgens de ambulancedienst prima in. Ik denk dat het grootste struikelblok op dit moment de kosten zijn. Hij is ongeveer 70.000 tot 80.000 euro duurder als een normale ambulance. Toch is het investeren in voorzieningen voor zwaardere mensen hard nodig volgens ziekenhuis Rijnstaten. Dit keer gaat het om de ambulance en over het vervoer. Maar we lopen natuurlijk ook heel vaak aan tegen problemen met de bedden. Rolstoelen die te klein zijn, wc's die niet passen, handdoekenrekjes die afbreken van de muur. Speciale voorzieningen voor dit soort mensen zijn hard nodig. Vooral ook omdat het aantal zo groeit. Erik Verberne blijft nog een paar dagen in het Rijnstaten ziekenhuis om te kijken of hij toch nog kan worden geopereerd. Daarna wordt hij weer met de ambulancevrachtwagen naar huis gebracht. Er is weer hoop voor mensen die permanent een vakantiehuisje bewonen. De provincie moet haar strijd tegen de permanente bewoning van de huisjes staken. Dat vindt de Tweede Kamer. Maar het is niet goed nieuws voor iedereen, want het is nu aan de gemeente zelf of zij permanente bewoning toestaan. De vlag kan nog niet uit, maar de lucht klaart wel al flink op in vakantie, of moeten we zeggen woonpark, Riverpark in Latem. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die ervoor moet zorgen dat de provincie niet langer permanente bewoning van vakantiehuizen kan tegenhouden. Volgens de Tweede Kamer is het met name onze provincie die extra eisen stelt aan legalisering. Daar moet nu een eind aan komen. Tevredenheid bij de bewoners van de vakantieparken. Prima. We zijn er al vanaf begin 2004 aan bezig. Sinds minister Dekker eind 2003 het nieuwe beleid had ingesteld. En gemeenten die keuze uit drie wilden laten. Legaliseren, gedogen of handhaven. En toen heeft de provincie direct daarna eigenlijk gezegd. Nou, dat gedogen en legaliseren, dat zien we niet zo zitten. We gaan een gemeente vragen of ze allereerst willen handhaven. En dat mag Gelderland nu niet meer zeggen. Toch is niet iedereen blij. Gemeenten die al voor 11 november 2003 zijn gestart met handhaven, mogen dat ook nu nog blijven doen. Dit is onder meer in Harderwijk het geval. De getroffen bewoners hopen dat hun gemeente toch nog een ommezwaai gaat maken. Maar of ze het ook echt verwachten? Gebaseerd op de ervaringen in het verleden van de gemeente Harderwijk totaal niet. Maar ik heb toch het gevoel dat de mensen een beetje meer begrip voor de situatie gekregen hebben. En ook zien dat het zinloos is om deze woningen te bestemmen voor recreatie. De provincie wilde nog niet reageren. Ook is nog niet duidelijk hoe de gemeente over de laatste ontwikkelingen denken. Elke dag hopen dat je wat geld hebt voor eten en dat je een slaapplaats kunt vinden. En nu optreden voor uitverkochte zalen. Zometeen het schrille contrast van leven op de straat en schitteren als toneelspeler. Gebruikers van de forensenbus bij Nijmegen waarderen de Waalsprinter met een rapportcijfer 8. Sinds september is er een snelle busverbinding vanaf het Transferium bij knooppunt Ressen naar de Nijmeegse binnenstad en universiteit. De forensen mijden zo de dagelijkse files voor de Waalbrug. Discriminatie van een lesbische medewerker van de pakketpolitie in Arnhem kan niet worden aangetoond. Een onafhankelijke commissie heeft een klacht voor de vrouw onderzocht. Volgens haar is er een macho-cultuur in het politiekorps Gelderland Midden. Het Graafschapcollege in Doetinchem krijgt een topsporthal. De hal komt op Sportpark Zuid. Het Graafschapcollege verplaatst verder een aantal opleidingen naar een nieuw gebouw aan de westkant van Doetinchem. Alle nieuwbouw is op zijn vroegst in 2013 afgerond.
Drie mannen uit Didam, Doesburg en Zelhem zijn opgepakt voor een serie inbraken in het noorden en oosten van het land. Het trio pleegde volgens de politie tientallen inbraken sinds januari vorig jaar. Ze maakten daarbij geld, laptops en sieraden buit. Minister Eurlings van Verkeer heeft spijt betuigd over de gang van zaken rond de spitsstrook langs de A1 bij Hoevelaken. Een groot deel van de Tweede Kamer wilde onder leiding van de VVD een symbolische motie van treurnis indienen tegen de minister. De spitsstrook bleef jaren onnodig dicht nadat een uitspraak van de Raad van State verkeerd is uitgelegd. Op station Ede-Wageningen is een trein vanmiddag op onverklaarbare wijze tegen een andere trein aangerold. In geen van beide treinen zat een machinist. De politie onderzoekt wat de trein aan het rollen heeft gebracht. Niemand raakte gewond. De N322, ook wel de Maas- en Waalweg genoemd, kan worden omgelegd. De Raad van State heeft de laatste bezwaren ongegrond verklaard. De N322 loopt nu nog dwars door beneden Leeuwen en dat veroorzaakt veel overlast. De bezwaarmakers vrezen dat de omlegging slecht is voor hun boerenbedrijf. In het rivierengebied is een stormloop ontstaan op gratis compost. Inmiddels is er geen zak meer te krijgen. Zaterdag komt er waarschijnlijk weer een nieuwe voorraad. Het nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Een onbemand spionagevliegtuig cirkelde vandaag boven de Veluwe. De Sperwer maakte voor het eerst een oefenvlucht buiten militair terrein. Vooral de politie en brandweer hebben interesse in het vliegtuigje. Het kan helpen bij het opsporen van criminelen of bij rampenbestrijding. Als een katapult is de Sperwer weggeschoten. Militairen kijken geboeid toe hoe de demonstratievlucht verloopt. Vandaag is het zeer zeker extra spannend, omdat het de eerste keer is, buiten dat we een keer op uitzending zijn geweest, dat we buiten het artillerie schietkamp gaan vliegen. De landmacht wil met deze oefening laten zien wat de mogelijkheden zijn van de Sperwer. Vliegtuigjes voorzien van speciale camera's. Defensie gebruikte het toestel in Afghanistan bijvoorbeeld om te zien waar vijandelijke troepen gelegerd waren. Op de Veluwe kunnen brandweer en politie het vliegtuigje gebruiken, bijvoorbeeld bij branden of verkeersproblemen. Het toestel mocht eerst niet voor burgerdoeleinden worden gebruikt. Nu mag dat wel. De hoofdreden daarvoor was natuurlijk dat het gebruik van een onbemand vliegtuig in de Nederlandse luchtruim tot nu toe niet mogelijk was. Dat is nu wel mogelijk. En ik denk bij toekomstige zaken, en als de nood echt heel hoog is, dat we dit ding daar zeker voor gaan inzetten. De besturing van de Sperwer gebeurt vanaf de grond. Eén persoon bedient het paneel, een ander regelt de camera. Het vliegtuig kan zo'n 4 uur lang in de lucht blijven. De eerste proef vandaag mislukte. Want die lancering, zoals jullie hebben kunnen zien, dat gaat met zo'n klap. Dan kan iets in die borging wel ontzet raken, waardoor de camera, zoals op dit moment, niet uit zijn borging wil. En dan wil de camera niet werken. De tweede proef is wel beter gegaan. Brandweer en politie konden nog niet zeggen of ze het vliegtuig gaan inzetten. Ze willen eerst de proef nog evalueren. Ze hebben geen dak boven hun hoofd, geen werk en ze drinken de hele dag bier. Maar binnenkort stralen ze in het theater als echte sterren. 3 daklozen in Doetinchem repeteren voor het theaterstuk Opgejaagd Wild. Daarin spelen ze hun eigen levensverhaal. André, Fons en Willemien zijn door het leven getekend. Hun levenswijze is geen alledaags verhaal. Hoe het zover is gekomen en hoe het nu met ze gaat, daarover gaat de voorstelling. Er zit 1 scène in, specifiek alleen voor mezelf. Nou. En dat vind ik een beetje moeilijk, maar ik doe het gewoon. Maar voor de rest vind ik het niet moeilijk. Wel moeilijk is het soms voor de regisseur. Zijn acteurs hebben wel eens moeite met de tekst. Soms lopen ze zomaar weg. En zonder biertje kunnen ze ook niet. Mag je wel blijven drinken van de regisseur? Of zegt hij van nu even geen biertje? Ja. Nee, ik vind het prima. Ik moet mij aanpassen een beetje aan hun. Dat vind ik niet altijd makkelijk als regisseur. Maar het is wel nodig, anders lopen ze gewoon weg. Dan zeggen ze, kijk het maar. Nee, maar eerst kun je nog dat ik vol zijn klap mag geven. De voorstelling duurt ongeveer 1 uur. Het is een documentaire op toneel, al dus de regisseur. Op een filmscherm zijn beelden te zien hoe ze op straat leven. Op toneel praten ze daarover. Ja, we hebben het over hun leven en soms kunnen we dingen laten zien die ook confronterend zijn. Dat doen we vaak via de filmpjes. Maar het raakt, ze zijn daar
zijn aangeraakt door wat met er gebeurt. Net zoals jij en ik. Wat ze meemaken gaat niet in hun koude kleren zitten. De acteurs houden het dan ook niet droog als Willemien over haar hondje Gypsy zingt. Ze mist haar trouwe beestje. Dat is zijn woning, zijn hemel zijn dak. Ze in de bezit, was het in verzak. Nieuw leven, al was het maar even, dat was nog zijn wens. Het is emotie van mij. Vind ik zielig. Je hebt een hond gehad, Gypsy. Maar lieve hond, Patrijs. Die mis je? Ja, tuurlijk mis ik dat. De daklozen treden twee keer op. Maar beide voorstellingen zijn al uitverkocht. Het was echt voorjaarsweer vandaag. Fris, maar zonnig. Reinier van den Berg met het weer voor de komende dagen. Komende nacht daalt de temperatuur toch nog behoorlijk ver tot rond het vriespunt. Net iets minder koud dan afgelopen nacht. Toen vroor het 1 tot 2 graden op diverse plaatsen. En dan kun je van dit soort bizarre winterse tafereeltjes tegenkomen in sommige bongerts, waar dan beregend wordt om te voorkomen dat het vruchtbeginsel van de boom bevroren raakt. En door nou te beregenen kan de temperatuur van het vruchtbeginsel, en daar moet later die appel of die peer uitkomen, kan de temperatuur ervan niet tot onder nul dalen en kan het daadwerkelijk niet stukvriezen. Daarom wordt er dus beregend en hebben veel fruittellers tamelijk slapeloze nachten in deze tijden. Vandaag overdag zon, vooral langs het oosten van de provincie ook soms nog aardig wat dikke sluierbewolking. Maar op andere plekken was het enige tijd prachtig helder weer met volop zon en blauwe lucht. Zoals hier boven Nijkerk. De ballonnen die werden opgelaten bij huizen Sint-Jozef. Daar alle hens aan dek. En om dat kracht bij te zetten werden ook al die ballonnen feestelijk opgelaten. Prachtig gezicht. Veel bewolking, vooral boven het zuidwesten van Europa. Daar zijn grote regengebieden actief, onder andere in Spanje en Portugal, waar heel veel regen valt en plaatselijk sprake is van wateroverlast. En wij zitten net op de grens van dat wolkenpakket. Vooral het oosten van de provincie zag er soms wat van langs drijven. Voor de rest zagen we in Gelderland wat onschuldige stapelwolken. En vanavond en vannacht is het dan betrekkelijk helder. Vooral in het oosten wat sluierbewolking en temperaturen die toch nog dalen tot aan of net tot iets onder het vriespunt. Dus de fruittelers zullen waarschijnlijk toch wel weer stand-by moeten staan vannacht vanwege deze temperaturen. Morgen, overdag, weinig bewolking, alleen op grotere hoogte in de atmosfeer zien we zo af en toe wat sluierbewolking. Dat zien we vooral waarschijnlijk richting het oosten, want daar zit nog steeds dat wolkengebied. Maar voor de rest dus hooguit een onschuldig stapelwolkje. En dus wordt het ook morgen weer een vrij mooie voorjaarsdag met veel zon. Vooral over de oostelijke helft van Gelderland ook van tijd tot tijd sluierbewolking. En temperaturen van 12 tot 13 graden bij maar heel weinig wind uit een oostelijke richting. Echt een beetje lenteweer morgen, maar op vrijdag ziet het er anders uit. Dan komt er een flink pakket met bewolking over, al blijft het overwegend droog, maar de temperatuur gaat daardoor wel wat terug naar een graad of 10. Vanaf zaterdag opnieuw temperaturen van 11 tot 12 graden en vooral op zondag en op maandag vallen er bovendien stevige buien. Het project Frisse Lucht op school is een succes. Het is in veel klaslokalen minder benauwd en stoffig. En morgen is het de dag van de leerplicht. Maar hoe staat het eigenlijk met het spijpelen? Morgen ziet u het. Ik wens u nog een fijne avond. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. In de nacht van zondag op maandag 7 april omstreeks 2 uur is in Ermelo een 24-jarige vrouw verkracht langs de Harderwijkenweg ter hoogte van de rotonde met de Lokhorstweg. Terwijl de vrouw werd vastgehouden, passeerde er een auto vanuit de richting Ermelo die op de rotonde linksaf de Lokhorstweg opreed. Kort daarna reed er een bestelbus voorbij, richting Ermelo, en even later nog een auto. De politie zoekt contact met deze bestuurders. De verdachte voldoet aan het volgende signalement. Hij is tussen de 35 en 45 jaar, licht getint en heeft een slank tot normaal postuur. De man is tussen de 1,73 meter en 1,83 meter lang. Heeft een smal gezicht en enigszins bolle wangen met plooien naast de mondhoek. Hij heeft zwart krullend haar tot over de oren met een scheiding in het midden. Getuigen die denken de man te herkennen worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ook anderen die in deze nacht of op andere tijdstippen iets bijzonders hebben gezien kunnen bellen met 0900 8844
of meld misdaad anoniem via 0800 7000.